crash heeft overleefd. Ik zie op dit moment alleen nog een hand. En ik kan me zo voorstellen dat voor eventuele familieleden die nu voor de buis zitten, dit een zeer moeilijk moment is. Ik geloof dat dit het enige is wat we te zien krijgen. Ja, we hebben alleen maar de hand. Het spijt me als we mensen blij hebben gemaakt met misschien zien we hem en dat dat niet is gelukt. Maar dit is wat we tot nu toe hebben binnengekregen. Ah, er komt nu ander beeld binnen. Dit is ander beeld van het Nederlandse jongetje wat de crash dus heeft overleefd als enige in het hele toestel. U ziet het is maar een heel klein kort stukje. Zouden we dat misschien even kunnen herhalen? We hebben nu nog ander beeld. We hebben het niet. Ja, u begrijpt, er zijn, het moet allemaal heel snel. Sommige dingen komen binnen en proberen we zo snel mogelijk ook te interpreteren. Dit is wat we tot nu toe hebben. Dus meneer Gerritsen, ik moest u eventjes onderbreken, sorry. Ik moet jou onderbreken, Mustafa, want we hebben op dit moment nu de beelden binnen van het Nederlandse jongetje dat de crash heeft overleefd. Dit is hem. Wij hebben dus geen naam. Dit is een materiaal dat vanuit Libië komt van het jongetje dat in het ziekenhuis ligt. En zometeen schijnt er een arts iets te gaan zeggen. Het kan in het Arabisch zijn, maar Mustafa spreekt dat gelukkig. Het kan ook in het Engels zijn. We wachten even af. Nee, dit was al het materiaal. Daar konden we niks uit opmaken. Nee. Ik zag jou hoofdschuddend. Ik kon niet, ik verstond het niet helemaal goed. Maar blijkbaar zijn ze daar heel erg blij dat het kind overleefd heeft. En ze proberen ook foto's te maken. Dit is natuurlijk ook voor hun heel belangrijk om dit ook aan de buitenwereld te laten zien. Van, er wordt heel goed gezorgd voor dit kind die dit ongeluk heeft overleefd. Ja. Ja, dit moet voor de familie van dit jongetje natuurlijk verschrikkelijk zijn. Om aan de ene kant heel blij dat hij daar ligt. Maar... Ja, absoluut. Maar goed, kijk, wat zij vooral Libische autoriteiten nu willen laten zien is... van ze doen nu alles aan om Nederland ook ter wille te zijn. Om te zorgen voor dat er zo snel mogelijk in ieder geval... dat alles boven tafel komt, dat we te weten komen wat precies de oorzaak is geweest van dit ongeluk. Maar nogmaals, we moeten heel erg voorzichtig zijn met de versie van de Libische autoriteiten. Even terugkomen op die ervaring van die Libische piloten. De vraag is van hoe goed zijn ze getraind, althans in de loop der jaren nadat ze zo... Ja, u merkt het, ik krijg iets te horen in mijn oortje, dus daarom was ik even aan het luisteren. We gaan nog even kijken naar beelden van het Nederlandse kind dat de ramp heeft overleefd. Ligt in het ziekenhuis. Eerst zou het om een jongetje gaan, maar de arts heeft het over ze, dus het kan ook een meisje zijn. We kijken even. عندها كسور مركبه في في القدمين الاثنين وحاليا زي ما تشوف هو محطوط في العنايه المركزه ومؤشرات الحيويه كلها ممتازه والحاله مستقره والحمد لله. Dit zijn dus beelden die vrij zijn gegeven. Beelden van het enige passagier die het heeft overleefd. En dat schijnt dus een Nederlands kind te zijn. Ja. En als je de beelden ziet van alle brokstukken, dan is het onvoorstelbaar. Ja. Het is wonderbaarlijk dat het gebeurd is. Dat nog één iemand levend uitkomt. Dus, maar kinderen hebben in zo'n situatie een net iets betere kans dan volwassenen. Omdat ze zelf minder massa hebben. Dus die snelheid heeft minder effect op dat lichaam ook. Ze hebben zitten wat makkelijker in die stoel, omdat die stoel is goed vast aan de grond. Maar als het kind licht is, wordt die stoel ook minder zwaar belast bij zo'n ongeval. Dus het kind blijft wat beter in die stoel. En terwijl volwassenen misschien losscheurt met alles. Ik heb het al eerder gezegd, maar hetzelfde met kinderen die van de trap vallen. Dat gaat meestal nog wel goed. En voor volwassenen is dat vaak veel heftiger, omdat die zwaarder is en veel harder aankomt. Ja. Dus kinderen, maar als je het vliegtuig zag,
had er toch nog eentje uitgekomen. Dus dat is wonderbaarlijk natuurlijk. De kusoer murakkabe fil qadamein, fil tnein. وحاليا زي ما تشوفوا محطوط في العنايه المركزه ومؤشرات الحيويه كلها ممتازه والحاله مستقره والحمد لله. Ja, iedereen spreekt dan van een wonder. Ja. Maar ja, wonderen bestaan niet, dus wat is het wel? Ja, ik in het begin vind ik het gênant om te zien hoor, want ik vind dat is iets voor de mensen die daar bij het jongetje horen, niet voor ons allemaal, hè. Dus, maar goed, het is even los daarvan. Over de hele wereld is het uitgezonden. Ja, het is geen verwijt hier, maar ik vind het algemeen, ik word er ongemakkelijk van. Maar goed, het is een wonder als je die stukjes ziet dat er überhaupt iemand levend uitgekomen is. Meer omdat dat ook de Nederlandse pers eigenlijk een jacht heeft op familie van Ruben. De hele buurt wordt gevraagd van, wat weten jullie ervan? Enzovoorts proberen telefoonnummers te achterhalen van familieleden om dan weer aan hun te vragen van hoe was het en hoe is het? Nou, laat de mensen gewoon met rust. Ja. Maar ja, deze jongen is natuurlijk, niet om iets goed te praten, maar deze jongen is natuurlijk het symbool geworden van de enige overlevende van zo'n grote ramp. We hebben een paar beelden over hoe de internationale pers tot en met CNN aan toe met deze jongen is bezig geweest vandaag. Ja. Experten zoeken weiter naar oorzaken voor dat ongeluk. 103 Menschen starben. Die meisten Opfer kamen aus den Niederlanden. Nur ein einziger Passagier, ein 9-jähriger Junge, überlebte schwer verletzt. According to the Dutch government, he was heard to cry Holland, Holland several times. Now Dutch authorities from the embassy in Tripoli have seen the child and the hospital in Tripoli has confirmed to CNN that he is indeed an 8-year-old Dutch citizen. His name is Ruben van Assou. The delegation, which includes politicians and air accident investigators, has flown to Tripoli. Here in Tilburg, in the south of the Netherlands, this street, this building behind me, this was the home of Ruben van Assou. Ruben's aunt and uncle have arrived in Tripoli and have been to see him in hospital. But when he does eventually go home to Holland, it'll be without the people who were closest to him. His survival may be a miracle, but it is one overshadowed by grief. Ja, u zag een Amerikaanse verslaggever, of in ieder geval een verslaggever van CNN, die gewoon de stand-up voor het huis van Ruben hield. Wat zegt u dan? Dat is dus iets waarvan ik zeg van, hou daar alsjeblieft mee op. En dat is met name ook omdat de familie dat zelf ook gevraagd heeft. Dat is ook de reden geweest waarom staatssecretaris Bijleveld ook bij de persconferentie een beroep gedaan heeft op de pers. Als nabestaanden zelf de pers zoeken, dan is dat hun keuze. Dan willen zij dat blijkbaar zelf doen. Mm-hmm. Maar ga niet actief op zoek. Dat is ook een van de redenen waarom wij niet bekendmaken de namenlijsten, et cetera. Mm-hmm.